bij het derde en laatste onderdeel van ons ochtendprogramma. En voor jullie staat hier C. Drumband van Harmonie Wieren. En deze muziekvereniging is al opgericht op 23 januari 1920. De C. Drumband wordt gevormd door jeugdige, beginnende slagwerkleerlingen van de vereniging. En wanneer deze beginnende leerlingen enigszins het instrument kunnen bespelen, dan worden ze opgenomen in de C-drumband. En dat is enerzijds om te leren samen te spelen, en anderzijds, en dat is ook heel belangrijk, om te gaan wennen aan het feit dat je lid bent van een muziekvereniging. In alle facetten. Dat betekent niet alleen wekelijks les hebben of repeteren, maar ook zoveel meedoen aan allerlei activiteiten. De Jodrumband heeft 7 leden en staat onder leiding van niemand minder dan Marcel van Nieland, iemand die zijn sporen al heel ruim schoots heeft verdiend in de slagwerk- en percussiewereld. Nog even over de drumband. Afhankelijk van niveau en aantallen kunnen er meer samenspelgroepen worden gevormd. Dus naast de C-drumband heeft de Harmonie Wieren ook een gevorderde drumband, de B-drumband. De C-drumband is dan voor beginnende slagwerkers en de B-drumband is dus voor gevorderde leerlingen. En die kunnen we vergelijken met een C- en een B-orkest. En daarnaast heeft deze Harmonie Wieren ook nog een slagwerkensemble. Dan gaan we heel kort iets vertellen over het programma. We gaan luisteren naar 2 verschillende stukken van Peter Kill of Peter Kill stijls. Dat zou ik zien met 2 L's en dat is niet zo best. Er zijn 2 stukken die u gaat horen. Pinball Wizards en als tweede Bongo Mania, waar natuurlijk de bongos ook een belangrijke rol zullen spelen. C-drumband onder leiding van Marcel van Nieland, heel veel succes!
Niet wakker zijn, zou ik bijna zeggen. Geweldig, dat was een heel indrukwekkend optreden. Ik vond het ook al heel gevaarlijk klinken, maar ik zit niet in de jury, dus ik zeg voor de rest niets van. Het betekent wel dat we iets eerder klaar zijn met ons ochtendprogramma, dat is natuurlijk geen probleem.